Hi guys, leuk dat jullie kijken naar nieuwe Boxing Influencers Fight Life. Vandaag zijn we in het Hoge Noorden waar Fabiola traint met Sammy Schild, de legendarische K1-vechter. Let's go! Nou, goedemorgen. Goedemorgen. Hoi. Hey, hoi. Lin. Hoi, hey, alles goed? Ja, goed. Ja. Hoi, zo. Ook goed. Lekker hard aan het trainen. Yes, we zijn goed bezig. Mooi zo. En mama natuurlijk. Hi. Trouwe support, altijd mee. Ja? Ja. Met elke training? Elke training mee. Ja. Hoe gaat het? Hoe gaan de voorbereidingen? Ja, het gaat goed. Ja? Ja. Zwaarder dan je had verwacht? Mensen begrijpen niet hoe het ziet er zo makkelijk uit, maar ga het zelf maar eens doen. Dan, dan kijk je van, oh, het is echt zwaar. Ik heb echt respect voor mensen die de ring in gaan. Ja. Ja. En waar kijk je het meest tegenop? Trainen. Dat je steeds trainen. Ja, dat je steeds beter wordt. Ja. Ja. Dat is wel. Hoe is het om Fabiola te trainen? Ja, mooi. Leuk. Ik wist wel dat je dan, heet dat? Wat dingetjes op tv had gedaan, maar verder, ja, niks. Verder niet. Dus maar op een gegeven moment, nu ook, is hartstikke leuk joh. Dan train ik Fabiola, in het begin denk ik met zo, ah, je traint Fabiola, dat moet je niet doen, dit en dat. Ja, hartstikke leuk man. En zeiden ze en, dat echt, ja? Ja, 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 want kijk, mensen kunnen nog niet slecht goed zien wat Instagram is en wat iemand echt is, weet je. En kijk, ik weet zelf ook wel een beetje hoe mensen dan over imago's denken en dat soort dingen. Dus ik denk van, ik ga gewoon het gesprek aan, kijken hoe het is. Nou, ze kwam hier. En kijken hoe ze treden, of ze het best wil doen, of we afspraken met haar kan maken. Ja. Nou, dat kon. Nou, dan begon eigenlijk met een gesprek. En vanuit daar heb je besloten van, ik ga het doen. Ja, ja, en hartstikke leuk. Ik geef ook veel clinics op scholen. Okay. En dan kom ik op school en dan komen ze een filmpje van, oh, jij traint Fabiola. Oh ja. Ik zei, ja, die train ik ook. Ja, ja, dat krijg je natuurlijk. Ik ben 5 keer wereldkampioen, maar ik train ook maar Fabiola. Maar dat vind ik niet. Nee, nee. En dan nemen we een filmpje op van Fabiola, weet je, daar is hartstikke leuk, joh. Ja, ja dan dus, kom je ook laatst kinderen hier voor de sportschool, ja. Fabiola. Ja? Ja, ja, dan moeten ze naar school, dan fietsen ze hier langs en dan weten ze dat ze iets zorgens traint. En dan kunnen we samen door het raam kijken. Ja. Dus dat is wel grappig. Dat is natuurlijk wel een heel ding, hè, dat social media. En zo. Dan, ja, daar heb jij dus nu ook last van. Nou ja, ik laat me niet zo de gek maken. Nee. Maar ik vind het wel grappig, ja. Wel leuk. Okay. Ja. Een hele andere invalshoek, zeg maar. Ja, precies. Ja. En heb je Fabiola haar tegenstander Vonneke ook gezien? Ja, op Instagram. Op Instagram. Nee, maar verder, ja, dan niet. Jullie kijken niet naar haar lichaamshouding of wat dan ook? Nee, daar kan ik niks over zeggen, denk ik. Nee. Sommige mensen die gaan echt, die kijken helemaal naar hoe iemand beweegt en die passen hun training. Ik zie dat ze niet echt een motoriek hebben. Dat ze gewoon. Oké. Ja. Nou, dat moet je wel hebben met boksen. Ja, ja. Ja. En hoe zien jouw aankomende weken eruit? Ja, veel trainen. Ja. Ja. Want hoe combineer je dat? Want ik zie ook shows op je Instagram. Want hoe combineer je dat? Ja, dan ga ik in de ochtend, vrijdag en zaterdag trainen. In de avond ben ik weg, ergens ver weg vaak. Moet ik 2 uur lang rijden vaak. Want alles is niet in Groningen. Nee. Dan ben ik in de nacht terug om 7 uur 's ochtends. En dan gaan we weer trainen die dag daarna in de ochtend. Ja, en straks de stairdown. Hoe bereid je iemand voor op zo'n stairdown? Want dat is toch wel een ding. Ik kijk heel veel YouTube-filmpjes qua stairdowns. Oké. Okay. Ja, ik had laatst die van Melvin Manhoef gezien met de Bojaski. Die was echt grappig. Ja, ik kijk heel veel boxfilmpjes. Ik verdiep me wel erin. Okay. Ik ben gewoon respectvol. Ja. En ik laat zeker niet over me heen lopen, dat niet. Nee. Nee. Ja. Wat denk je dat gevoel straks gaat zijn als je van het, naar de ring toe loopt? Die goede adrenaline. Ik denk dat ik wel misschien uitgejuwd word, want het is Almere toch, haar zit terug. Ja, oh, oké. Okay, ja. Maar dat is meer motivatie om mijn best te doen. Ja, en om te gaan winnen. Ik denk dat we maar eventjes moeten doen. Ja. Oké, okay, schouderbox. Schouderbox, stempelmas. Ja. Juist. Lekker blijven bewegen. Uitstoten. Goed zo. Juist, en terug. Ja, wacht. Ja, maar je stop maar. Aan de kant. Nou, we hebben even lekker getraind. Yes. Hoe ging de training? Ging lekker. Ja? Ja, ging lekker. Pas maar op. Wat gaan we nu doen? Nu gaan we naar mijn boekingskantoor, want ik ga een contract ondertekenen, zodat mijn shows binnenkomen. Dus dat is wel belangrijk. Heel belangrijk. Ja. Laten we gaan. Yes. Nou, Sammy, bedankt. Tot ziens. Doei. Even kijken. Tot morgen. Helemaal. Tot morgen.
gaan de contract ondertekenen. Spannend. Yes. Oh. Hi. Hey, alles goed? Ja, met jou? Ja, ook hallo. Goed. Leuke training. Hi, Robin. Hallo, Dennis. Easy Bookings. Zo. Nou, ik heb de champagne al klaarstaan. Ah, super. Yes. We hebben wat te vieren, volgens mij. Nou ja, we hebben er al wel over gesproken. Ik zal even overeenkomst opmaken. Ja. Dus het wordt nu wel officieel? Ja. Uiteindelijk wordt het officieel. Maar dan moet eerst even getekend worden. Gaan we het doen, gaan we het niet doen? Het is, ja, in principe zijn we het er al over eens. We hebben al veel overgesproken. Ja. We zullen even tekenen en gelijk even de eerste show doornemen met de Brouwke zo. Dat ze dit weekend al heen. Ja, klopt. Dus het gaat goed komen. Yes. Mag je wel champagne? Nee, ik geef het mijn moeder, maar ik proost wel mee. Ik drink niet. Je moet uiteindelijk ook oefenen als je je wind straks met champagne. Ja. Ja. Nou, ik zet hier de handtekening. Als jij hem daar kunt zetten dan. Ja. Ze heeft wel doorgenomen hoor. Niet te denken. Ja. Klopt. Ja. Yes. Nee, dat is alles erin. Nou, ja, super. Welkom. Yes, bedankt. Bij Easy Bookings. Ja. Yes. Ja, applausje, tuurlijk. Ja. Ja. We bewaren we deze voor over weer. Ja, zullen we dat maar doen? Ja, ja. Precies. En dan gaat Auke, die sowieso Auke komt even aan, die gaat eerst de show met je doornemen. Nou, dan gaan we gelijk maar even het weekend doornemen. Ja. Ik heb gelijk al een boeking voor je staan aanstaand weekend. Oké, super. Dus dat is in Raalte in de Leren Lampen. Als jij nog even een filmpje wil maken dadelijk, ja, dan kan ik die nog even naar die eigenaar toe sturen. Ja, komt goed. Kunnen ze nog leuk. Even een promotje maken voor het feestje. Is belangrijk. Nou, dan ga super. Ik zo even de informatie erbij pakken voor je. Yes. Oké, okay, top. Doen we dat. Wat gaat dit nou voor jou betekenen, dit boekingskantoor? Nou, veel. Dat ik minder stress krijg. Hun nemen mijn werk over qua dat mijn boekingen binnenkomen. Dan alles goed geregeld is met de bedrijven. Hun hebben de contacten. Zeg maar met clubs en alles. Ja. Ja. Nou, Fabiola, haar optredens worden niet geregeld nu. Yes. Ben je blij dat het helemaal officieel is? Ja, ik ben echt blij. Ja? Het is top. Goed gevoel. De jongens gaan het goed regelen. Ja. De champagne bewaren we nog even en dan gaan we even wat eten. Ja, toch? Ik heb trek. Okay, ik ook. Ja, nu, we zitten hier nu wel, maar kan je alles eten? Heb je een speciaal voedingsschema? Ik probeer wel zo gezond mogelijk te eten. Proteïne veel, eiwitten, kip, rijst, dat probeer ik wel. Ja. Maar qua afvallen hoeft het niet echt, maar een beetje gezond, groente, dat ik mezelf fit voel. Ja. Niet dat ik elke dag Mac eet, nee, dat niet. Nee. Maar ik geef mezelf soms ook wel wat hoor, maar vooral proteïne voor meer spiermassa te kweken. Ja, heb je dat ook met Sammy overlegd? Of ja. Ben je dat gewoon uit jezelf gaan doen? Ja, ook uit mezelf wel, maar we hebben wel overleg qua eten. Ja. Gewoon een beetje gezond, fit, dat je niet allemaal troep in je lichaam stopt. Nee. En als jij, wat weten mensen nou niet over jou? Ze kijken natuurlijk zo naar jou als artiest. Ja. Maar wat weten mensen bijvoorbeeld niet aan jou wat gewoon, hoe zouden ze anders naar jou kunnen kijken? Ja. Zit er een verhaal achter Fabiola? Ik denk dat achter elke persoon wel een zwaar of moeilijk verhaal zit. Want iedereen heeft wel soms lastige dingen in hun leven meegemaakt. Mm-hmm. Ja, ik ook. Iedereen. Ja. En hoe ga je daarmee om? Ja. Ik vergeet het maar altijd en ga gewoon verder. Misschien is dat slecht. Misschien krop ik dan te veel op. Maar zo ga ik er wel vaak mee om. Wat zijn die moeilijke dingen dan zoal? Nou, ik ben vroeger echt veel gepest. Ook dat ik 3 keer van school ben afgeschorst, dat ik iemand sloeg. Wist jij daar ook van? Ja. Het lijkt me ook erg als moeder zijnde om dat dan zo mee te maken. Ja, maar ik heb haar altijd gesteund. Ja. Je bent hoe je bent en dat gaan we niet veranderen. Nee. Mijn man was ook anders dan anderen, maar die ga je niet veranderen. Dat moet je niet willen. Je moet de persoon laten hoe die is. Was dat een groot voorbeeld voor jou, je vader? Oh ja. Hij zegt dat ik gek ben, maar hij was veel gekker. Ja? Ja, ik ben de normaalste van de familie. Ja, ja. Je bent de normaalste van de familie? Ja. Ja, het is echt wel een gezellige familie. Gewoon anders dan anderen. Ja. Ja. Want hij is nog niet heel lang geleden overleden. Is dat moeilijk voor je geweest? Het blijft moeilijk. Nu, want mijn gemis wordt steeds groter. Ik kan niet zeggen dat het gemis minder wordt. Nee, elke dag mis je hem gewoon nog. Ja. Hoe zou hij nu naar jou kijken nu je het allemaal hebt bereikt? Trots. Ja, hè? Ja. Ja, misschien ook wel een steun dat hij gewoon alles nog ziet. Ja. Ja.
geloof ik wel in. Ja. Ja. En maar ook, kijk, ik ben dus gepest vroeger, maar nu zijn er ook best wel veel comments, hè, onder Instagram, social media is best wel wat. Hoe ga je daar dan mee om? Ik denk dat dat pesten in het verleden me wel sterk heeft gemaakt, dat ik er nu beter mee kan omgaan. Ja, ja, dat denk ik wel. We hebben het al eventjes gehad over de sterdame, maar is dat ook iets waar je naar uitkijkt om haar straks te zien? Echt zo van, jou ga ik nog wel even krijgen? Nou, ik ben er gewoon klaar voor en ik wil, ja, het is natuurlijk leuk. Ja. Want, maar het leukste is het gevecht. Ja. Ja, ja, want ze sprong, ze was best wel agressief naar jou toen in de ring vorige editie. Ja, ze liet zich goed leiden door haar emoties. Ja. Denk je dat dat een valkuil voor haar gaat zijn? Dat is een valkuil. Maar dan denk je niet na, dan hou je je dekking niet meer scherp. Als je zomaar gaat rammen, ze is een straatvechter, maar dat is geen bokser. En bokser is iets heel anders dan straatvechten. En dat hebben ze wel tegen. Ja. Ja. Qua motoriek. Denk je dat zij haar emoties onder controle kan houden? Want ik hoorde haar interview zeggen van ja, ik ga de ring in alsof Fabiola alles in mijn leven fout gedaan. Als je met die instelling de ring in gaat, komt het niet goed met je. Nee. Dan krijg je gewoon zwart voor je ogen. Ja, dan zie ik een open plek en dan hoek ik. Ja, want kijk, je bent natuurlijk een artiest, influencer, maar wat, ja, er kijken best wel veel jonge kinderen mee. Wat wil jij hun meegeven? Al meegeven? Altijd, ja, dat klinkt cliché, iedereen zegt het, maar echt altijd in jezelf blijven geloven en achter jezelf staan. Ja. Laat je niet veranderen door andere mensen. Ja. Want ik kon me ook aanpassen op die scholen om erbij te horen in een groepje en me normaal te kleden. Maar dat heb ik nooit gedaan. Ik was altijd bij mezelf gebleven. Ja. Maar heb je dat wel eens zo gezegd van jongens, het is ook best wel een ding. Want kinderen kijken naar jou op. Dus als jij iets doet, kinderen zien dat. Ja. Klopt. Dus ook als je dit bijvoorbeeld mee kan geven, dan... Ja, ja, ik zie wel, ik krijg heel veel berichten in mijn DM van kinderen van, jij blijft doorzetten en ook al krijg je zoveel haat, ik kijk echt tegen je op en dat doe ik ook. Ik krijg wel van positieve berichten vaak. Ja. En dan schrik ik van, oh, ik krijg best wel veel positieve berichten ook. Ja, dat geeft je ook energie om door te gaan. Ja, ja. Ja, leuk. Ja. Ik denk ook dat dat niet voor iedereen weggelegd is. Nee, je moet wel sterk in je schoenen staan, dat wel, anders had ik het ook nog niet volgehouden. Nee. Je moet door blijven zetten. Nu nog steeds, je moet nog steeds relevant blijven en door blijven gaan. Ja. Ja. Nou. Zijn we nog lang niet. Maar wel op de goede weg. Ja. En daar gaan we mee door. Ja, ja, maar je geeft ook, ze zien alleen positieve kanten. Als ik soms shop bij de Albert Heijn, ik heb echt even geen zin om mensen me herkennen. Ze blijven me altijd herkennen. Dat is soms ook wel lastig. Ja. Ik kan nergens normaal heen. Dat is ook een keerzijde natuurlijk. Ja, ook. Uitgaan. Ik loop op de Amsterdam-Leidseplein en iedereen Fabiola. En allemaal camera's pakken. Woehoe. Ja. Het is wel een keerzijde. Ja. Dat is dus wel wat je altijd minder vindt. Ik moet altijd opletten wat ben ik aan het doen. Ja. Van hoe kom ik over? Ja. Dat lijkt me wel lastig. Ja. Ja. Ja, kijk, ik weet wel dat F schudden op een gegeven moment, hebben ze het gezien en dan moet je iets anders gaan doen, maar ik... We zijn al lang niet Nederland is nog lang niet van me af. Is Nederland voor me klaar en dan ga ik wel naar Amerika. Je hebt de contacten als ik je moeder moet geloven, dus dat komt vast wel goed. Ja. Zou wel weg kunnen wezen. Ja, ik wou wel naar Miami, maar ja, kan nou niet, toch? Nou, straks. Zou ik zeggen. In april? Ja. I'm there. I'm there. Ja. Goed, nou laten we even wat eten bestellen. Ja, lekker. Toch? Ja. Dit was alweer een nieuwe Boxing Influencers Fight Live met Fabiola. Ik heb er iets beter leren kennen. Yes. We gaan nog veel meer van jou zien. Ja. Ga je volgende keer mee naar de show? Zeker weten, daar tikken we op. Gezellig. Tot de volgende keer.